Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmid. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. Ja, wel ongeveer ja, een goal. Altijd wel mooi, ook omdat ze allebei wel belangrijk waren. Maar hier merkte je wel echt, laatste minuut, 3-2. Ja, je merkt dat het echt ontploft, ook nog thuis. Dus ja, deze voelt nog nu wel echt meer waarde aan, ja. En natuurlijk direct het moment met de supporters. Ja, precies. Dat is ook, ja. Dat is een beetje erkenning die je dan krijgt. Dat vind ik mooi. Daar geniet ik van. Laten we eerst even terug gaan naar de rest van de wedstrijd. Je begon op de bank. Jullie kwamen 2 keer op achterstand. Wat voor wedstrijd heb je verder gezien? Want het leek best wel dat jullie de bovenliggende partij waren. En behoorlijk onnodig eigenlijk de goals weggaven. Ja, precies. Ja. Precies wat je zegt. Ik vond dat wij een goede wedstrijd speelden. PSV zakte gewoon ook in door ons. Ja, veel ruimte, veel gewoon goed aan de bal. Alleen ja, wat je zegt, een beetje persoonlijke fouten waardoor we 2 tegengoals krijgen. Ja, Basha die dan wel 2 goals maakt en ons nog in de wedstrijd houdt. Maar in tegenwoordige verhoudingen, wij speelden echt goed. En ook, dat zag je ook omdat het 2-2 stond, dat we nog wel echt voor die 3-2 gingen, voor de overwinning. Want we wisten dat we beter waren en dat wat te halen viel. En dat, ja, dat dan de 3-2 nog valt, is top. Ja, 5 minuten voor tijd kom jij erin. Wat zegt de trainer tegen jou? Ja, hij vertelde me gewoon dat ik rondom Charlie moest bewegen. En als er dan eens keer een bal tussen kwam, dat ik hem dan moest oppakken en ballen veroveren. En gewoon ja, alles wat ik in dit lichaampje heb gegeven. Ja, dus toen ik ook zag dat de lange bal naar Charlie ging, wist ik van ik moet rennen. En dat pakte goed uit. Ja, het was geen makkelijke situatie, zeker niet om die bal in de hoek te krijgen. Kan je eens omschrijven hoe dat er voor jou uitzag op dat moment? De hele actie? Ja, wat ik net zei, die bal ging in richting Charlie. En ja, ik weet, die wint hem. Dus ik sprintte gewoon om hem heen en toen kwam die echt perfect bij mij. Toen had ik nog één verdediger voor me. Die tikte ik langs. En toen zag ik een keeper en de bal. En ik wist dat ik er eerder bij was. Dus ik dacht gewoon, ik dacht eigenlijk alleen een tikje langs de keeper en schieten. Maar de keeper zag dat ik ook de eerder kwam. Dus hij stapte alweer terug. Dus toen werd het nog wel wat moeilijker. Ja, toen tikte ik hem daar, kapte ik hem naar de rechter. Toen zag ik niemand voor de goal staan en die verre hoek keek naar me. Dus ik denk, ik schiet hem er daar in. En toen, gelukkig is hij daarin gevallen. Ja, dat weet je wel, als die speelt, die scoor je direct. Is het dan ook voor jou tijd om aan de trainer aan te geven, je kan niet om mij heen? Ja, ik weet dat een goal niet veel verandert. Het gaat natuurlijk, de trainer kijkt meer dan naar een goal. Alleen ja, nu wel 2 goals. Ik doe gewoon mijn ding. Hij heeft me ook nu ook in laten vallen. Dat is ook een mooi moment voor mij en dat hij dat ook inziet. Dus dat is gewoon goed en dat heb ik ja, vandaag wel goed uitgepakt. En wat er nu te wachten staat, ja, ik ben gewoon klaar voor alles.